Debatvoortgang gebiedsprogramma's en overleg landbouwakkoord. Een hartelijk woord van welkom aan beide bewindspersonen. Goed u weer te zien. We hebben een aantal sprekers van de zijde van de Kamer. En de eerste is mevrouw Van der Plas van de fractie van BBB. En zij heeft zoals iedereen 2 minuten spreektijd. Het woord is aan haar. Dank u wel. Voorzitter, mag ik eerst een punt van orde maken. Opnieuw is er weer gelekt. Opnieuw zijn er weer documenten naar buiten gekomen of het concept landbouwakkoord. En we weten dat we dat als Kamer gewoon continu mee geconfronteerd worden. Wij moeten reageren op zaken die wij nog helemaal niet officieel weten. Staat het er überhaupt wel in? En ik wil aan deze ministers vragen, hoe kan het dat dit opnieuw gelekt is? Wat gaan de ministers hiermee doen? Volgens mij heeft de voorzitter ook de laatste keer weer een boze brief aan de minister-president geschreven hierover. En is ook aangegeven dat zaken die gelekt worden niet in de ministerraad worden besproken. De volgende keer voordat het helemaal naar buiten is. Ja, dus ik zou graag dit punt van orde willen maken. Ik zou graag antwoord op willen hebben van ofwel de ene minister ofwel de andere minister, wie zich daartoe het meest geroepen voelt of verantwoordelijk of bevoegd gezag is. Dank u wel. Heel goed. Voorzitter, ik begin even met 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de tijdelijke wet Transitiefonds Landelijk Gebied en Natuur meerdere bestedingsdoelen kent. Overwegen dat we in Nederland genoeg boeren, tuinders en telers moeten houden, overwegen dat veel boeren, telers en tuinders zijn die vrijwillig willen stoppen, verzoekt het kabinet vast te leggen dat geld uit de wet Transitiefonds niet gebruikt moet worden voor zogenaamd verplichtend instrumentarium, zoals gedwongen onteigening van boerenbedrijven en gaat over tot de orde van de dag. De Kamer gehoort de beraadslaging, constateren dat in de provincies nu gewerkt wordt aan het formeren van nieuwe coalities. Overwegen dat nog niet bekend is hoe het landbouwakkoord eruit ziet en dit akkoord waarschijnlijk belangrijke bouwstenen voor provinciale plannen en landelijk gebied zal bevatten. Overwegen dat nog niet alle benodigde instrumenten ten behoeve van de gebiedsplannen opengesteld en of bekend zijn. Overwegen dat voor provinciebesturen daardoor lastig is om de gebiedsplannen voor 1 juli gedetailleerd vorm te geven, verzoekt de regering om zich flexibel op te stellen richting de provinciebesturen als de gebiedsplannen nog nadere invulling behoeven en gaat over tot de orde van de dag. Dan heb ik nog een vraag. De subsidieregeling behoud van graslandareaal voor derogatiebedrijven, die wordt opengesteld en deze regeling is bedoeld om veehouders te compenseren voor de lagere gebruiksnorm voor dierlijke stikstof, nu de derogatie wordt afgebouwd. En is op zich een prima regeling. Helaas is alleen besloten om de aanvragen op volgorde van binnenkomst te beoordelen. Dit betekent bijvoorbeeld, nu de volgorde van aanvraag bepalend is, is het dus mogelijk dat sommige bedrijven achter het net vissen, terwijl ze net zoveel recht hebben op de vergoeding als andere bedrijven. Voor adviesbureaus is dit bijvoorbeeld een hele vervelende situatie, want zij zouden in principe, bij wijze van spreken, 12:01 in de nacht moeten starten met de aanvragen namens de boeren die zij vertegenwoordigen. En dan moeten zij een keuze maken welke aanvraag als eerste ingediend wordt. En ik neem aan dat dit ook geen goed gevoel blijft overhouden bij de minister. Zou het niet veel rechtvaardiger zijn om bij een eventuele overschrijding van het budget iedereen met een gelijk percentage tekort op de subsidie en niet zoals nu in de regeling is bepaald, of je hebt alles of je hebt niks? Daar hou ik het bij. Dank u wel. Heel goed. Mevrouw Akkerboom van de Partij voor de Dieren. Ja. Dank u wel, voorzitter. Ik heb ook 2 moties. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat de provinciewet voorschrijft dat wanneer een wettelijke verplichting door een provincie niet wordt nagekomen, zoals de verplichtingen die voortvloeien uit de wet natuurbescherming, het Rijk in de plaats kan treden van die provincie. Constaterende dat provincies op 1 juli programma's aan moesten leveren, maar er een kans bestaat dat deze onvoldoende zijn om aan de wettelijke verplichtingen voor natuur, stikstof, klimaat en water te voldoen, verzoekt de regering een deadline te stellen waarop het Rijk een besluit tot inplaatsstelling van een provincie neemt, indien een provinciaal programma van maatregelen onvoldoende is om daarmee de wettelijk vastgelegde milieudoelen te halen en er dus sprake is van taakverwaarlozing door die provincie en gaat over tot de orde van de dag.
Dan nog een motie, voorzitter. Ik hoorde zondag bij Buitenhof dat de minister daar voorstander van is, dus ik hoop dat dat goed gaat. De Kamer gehoort de beraadslaging, overwegende dat de agro-industriële bedrijven zoals veevoerbedrijven, slachthuizen en stallenbouwers en banken en supermarkten al decennia lang enorme winsten hebben gemaakt uit de veehouderij, terwijl de maatschappelijke kosten door middel van het transitiefonds nu voor een deel voor de rekening van de belastingbetaler komen. Overwegende dat in het coalitieakkoord is opgenomen dat de coalitiepartijen een niet vrijblijvende bijdrage van banken, toeleveranciers, de verwerkende industrie en de retail verwachten. Overwegende dat de Kamer bijna kamerbreed heeft vastgesteld dat het niet eerlijk is om alleen boeren en belastingbetalers te laten opdraaien voor de kosten van de stikstofcrisis, verzoekt het kabinet een substantiële bijdrage van agro-industriële bedrijven, banken en supermarkten, dan wel via het transitiefonds, dan wel via het aankomende belastingplan en uiterlijk aankomende Prinsjesdag wettelijk te borgen en gaat over tot de orde van de dag, mede ingediend door collega's Thijssen, Beckerman en Bromet. Heel goed, dank u wel. Dan mevrouw Bromet van GroenLinks. Ja, voorzitter. Vorig jaar kwam er een perspectiefbrief zonder perspectief voor de boeren. Daarna werd er een nieuw perspectief beloofd. Dat kwam niet. Er kwam wel een nieuwe minister en die beloofde een landbouwakkoord. En nu lezen we in de krant dat er een conceptakkoord komt of een tussenakkoord. Dat er nog geen definitieve teksten zijn en dat morgen een belangrijke dag is. Mijn vraag aan de minister van Landbouw is: wat is zijn definitie van een landbouwakkoord? En daarnaast heb ik nog een motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het voor januari beloofde landbouwakkoord nog steeds niet is gerealiseerd. Constaterende dat veel partijen die voor een breed gedragen akkoord van belang zijn, inmiddels zijn afgehaakt en dat daarmee het draagvlak voor een eventueel akkoord zeer smal zal zijn. Constaterende dat de minister weken geleden zijn meest recente deadline op voor de hemelvaart heeft gesteld. Overwegende dat er grote belangentegenstellingen zijn tussen sectorpartijen onderling en het maatschappelijke belang, waardoor geen enkel akkoord aan ieders wensen kan voldoen. Van mening dat Nederland zich geen verdere vertraging van de landbouwtransitie kan veroorloven, verzoekt de regering om verdere pogingen tot het bereiken van een landbouwakkoord te staken als er geen overeenstemming is bereikt voor dinsdag 23 mei 2023, 5 uur. En verzoekt de regering om alles wat zij voor de landbouwtransitie in akkoorden en convenanten had willen afspreken met wet en regelgeving af te dwingen. En gaat over tot de orde van de dag. Mede namens mijn collega's Beckerman, Akerboom en Thijssen. En die ben ik er vergeten onder te schrijven, maar dat wordt geregeld. Dank u wel. De heer Van Kampen van de VVD. Voorzitter, dank u wel. We praten hier al een hele poos over een landbouwakkoord. En hoewel we hier al vaak met elkaar hebben gezegd dat je een broedende kip niet moet storen, begint die kip inmiddels al een hele flinke hen te worden, voorzitter. En ik denk dat het de minister ook veel langer duurt dan hem lief zou zijn. Maar ja, als er toch zoveel berichtgeving over een op handen zijnd landbouwakkoord is, dan zou ik de minister toch ook wel willen vragen: wat is nou op dit moment de status van het landbouwakkoord? En hoe zien de eventuele vervolgstappen er op dit moment nou nog uit om te komen tot een landbouwakkoord? En wat is het moment dat we een definitief landbouwakkoord tegemoet kunnen zien en daarover hier ook in de Kamer met elkaar het debat kunnen voeren en met het kabinet het debat kunnen voeren? En daar zie ik naar uit, voorzitter. Heel goed. De heer Tjeerd de Groot van D66. Sorry, gaat uw gang. Voorzitter, mag ik mij kortershalve bij de vraag van de VVD aansluiten? Dan was dit mijn spreektijd. Hoe korter, hoe beter altijd. De heer Thijssen van de Partij van de Arbeid is dan onze laatste spreker. Dank, voorzitter. Ik sluit me aan bij de woorden van collega van GroenLinks. Wanneer krijgen we dat landbouwakkoord? Wanneer kunnen we het tegemoet zien? Want het is heel erg hard nodig om verder te komen in deze discussie over natuurbescherming, Nederland van het slot krijgen en op een rechtvaardige manier omgaan met onze boeren. Dus wat is er nu precies gelekt? Is dat inderdaad het concept? Wanneer kunnen we de definitieve tegemoet zien? Ik hoor graag een aantal antwoorden van onze minister Adema. En wat we in het concept lezen is dat er geen bijdrage zou komen van de grote landbouwbedrijven zoals de Rabobank of de veevoerbedrijven. En
Dat terwijl vorige week er een berekening is gekomen van wat nou de natuurschade is geweest die een bedrijf als de Rabobank heeft veroorzaakt aan onze natuur. En dat was meer dan 3 miljard. En wat vindt de minister van LNV van dat getal? En is hij inderdaad samen met de Kamer van mening dat die motie die is aangenomen, dat die ook echt uitgevoerd moet worden en dat de Rabobank moet bijdragen aan het transitiefonds? En ik wil vragen, wat gebeurt er nou met die motie? Want ik weet dat de minister het een keer met de Rabobank erover gehad had. Toen was het antwoord nee. Niet heel verbazend. Maar wordt er nou door zijn ministerie of misschien door het ministerie van Financiën gewerkt aan een manier om te kijken of banken of andere bedrijven in het agro-industrieel complex kunnen bijdragen aan dat enorme fonds van 24 miljard om de landbouwsector te hervormen? Graag een antwoord. En als laatste nog een vraag, ook aan de minister van LNV. Daar hebben we het vorige week over gehad bij de instellingswet voor het transitiefonds. En dat gaat over volksgezondheid. Er zijn nu 3 belangrijke, 4 belangrijke doelen die worden, waarop wordt gestuurd in de transitie. Dat is stikstof, CO2 en water. Maar we weten ook dat er meekoppelkansen zijn, zoals bijvoorbeeld volksgezondheid en zoonose. En is de minister van LNV niet bang dat als we nou dadelijk eindelijk een landbouwakkoord hebben en die hele transitie in gang zetten, dat zijn opvolger over 5 jaar weer het erf op moet om te zeggen, hey, we hebben ook nog een probleempje met volksgezondheid. Dus moet volksgezondheid niet zozeer een meekoppelkans zijn, maar gewoon ook een doel wat gehaald moet worden, zodat de komende 10 jaar de boeren gewoon kunnen ondernemen. Dank, voorzitter. Dank u wel. Een vraag nog van mevrouw Van der Plas. Ja, een vraag aan de heer Thijssen, want hij deelt ook mijn ergernis over het opnieuw lekken van dit concept landbouwakkoord. Maar wij worden ook als Kamerleden dan steeds gevraagd, en die vraag zal ook ongetwijfeld bij collega's terechtkomen, dat we dan vanavond in programma's gaan zitten om daarover te praten. En ik ga dat gewoon niet doen. Ik ga niet zitten dimdammen over iets waarvan wij gewoon niet weten of dat er precies zo in staat. En ik zou aan de collega's en aan de heer Thijssen in dit geval ook willen vragen om ons gewoon als één blok daarachter scharen, want dan gaan we weer praten over dingen en dan faciliteren we het lekker gewoon. En het ergert mij gewoon enorm. Dus mijn vraag is aan de heer Thijssen, mocht u uitnodiging krijgen, zou u... Nee, mag zelf, moet luisteren, u mag het zelf weten. Ik zeg, die mag niet. Ik zeg, die mag niet, er staat straf op. Maar wij faciliteren het lekker wel, want dan, weet je, dan gaat de publieke opinie weer en dan kunnen ze weer misschien met bijschaven of niet. En dat moeten we gewoon niet doen, vind ik. Vindt de heer Thijssen dat ook? Nou ja, eigenlijk ieder mediaverzoek wat ik krijg, dat weeg ik op zijn merites. En als ik de mogelijkheid krijg om uit te leggen waarom ik denk dat het agro-industrieel complex moet bijdragen aan zo'n transitiefonds, dan ga ik dat zeker doen. Als ik aan tafel kan zitten en kan zeggen waarom ik denk dat het belangrijk is dat de biologische landbouw in Nederland groter wordt, ga ik dat zeker doen. Als ik kan uitleggen wat het verband is tussen dat de natuur beschadigd raakt en dat we steeds moeilijker huizen kunnen bouwen in dit land en dat er echt een doorbraak voor moet komen, ga ik dat zeker doen. Dus... ik wil het lekker niet faciliteren, maar ik ga nu ook niet beloven aan mevrouw Van der Plas of van wie dan ook dat ik mediaverzoeken niet op een merites ga beoordelen, want dat ga ik wel doen. Helder. Kort afrondend. Ja, nogmaals, voordat er weer gaat verschijnen Van der Plas verbiedt Kamerleden naar programma's gaan, slaan natuurlijk wel gewoon echt helemaal nergens op. Dat zeg ik nu bij voorbaat al erbij. Maar ik vind wel, wij moeten zelf als Kamer misschien ook eens een keer hier heel principieel in zijn. Want het is wel faciliteren. En ik snap dat elke Kamerlid zou zeggen van, nou, geef me mooi de kans. Zou mij ook mooi de kans geven, hè? Helder. Maar gelegenheid maakt de dief. Dat is een heel mooi spreekwoord. En wij blijven die gelegenheid wel geven. Nou ja, ik zeg volgens mij niet dat u mij verbiedt om ergens heen te gaan. Want dat doet u volgens mij niet. Dus laten we gewoon allebei kijken wat onze rol is in democratie. Prima. En... als er een mediaverzoek is, kijken of we daarop ingaan. Ja, wilt u een 06-nummer nog even noemen? Ik schors tot 16:45 en dan gaan we luisteren naar de beide bewindspersonen.
minister Adema. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin eerst met het beantwoorden van de vragen en daarna heb ik nog een tweetal moties te appliceren. Allereerst de vragen van mevrouw van der Plas. Hoe kan het dat het landbouwakkoord gelekt is? Wat gaan we hiermee doen? En wordt het dan niet meer in de ministerraad besproken? Het gaat hier overigens niet over een voorstel wat voor de ministerraad staat. Dus die relatie is in dit geval niet. Ik begrijp wat u zegt. Die relatie is in dit geval niet. Ik baal er ongelooflijk van dat er gelekt wordt. Waar het vandaan komt, weet ik natuurlijk niet. Ik heb echt geen idee. Maar ik vind het wel erg, omdat het ook niet behulpzaam is in het proces. Ik ga niet, dat begrijpt u ook, ik ga niet in op de inhoud van de stukken, omdat we nog gewoon aan het onderhandelen zijn. Gesprekken worden nog gevoerd, alles is nog in beweging. Er is nog helemaal geen akkoord. Dus wat dat betreft kan ik niet ingaan op die tekst, maar ja, ik baal ervan. Dat kunt u begrijpen, omdat dat het proces niet bevordert. Dan de vraag van mevrouw van der Plas, de subsidie- en graslandbedrijf. In het kader van het behoud grasland, in het kader van de derogatiebeschikking, de derogatiesubsidie eigenlijk. Ja, goede vraag, want ik kan me voorstellen dat boeren die daarvoor inschrijven, dat die de zorg hebben van, nou stel je voor dat ik achteraan kom, lig ik dan niet echt aan de laatste mem en komt er dan geen geld. We hebben natuurlijk een inschatting gemaakt op hoeveel bedrijven maximaal kunnen meedoen aan deze regeling. En op basis daarvan is het budgetaire kader vastgesteld. Wij gaan er dus ook vanuit dat het budgetaire kader voldoende is om alle bedrijven die hier aan mee willen doen, om die te laten meedoen. Dan heb ik de vraag van mevrouw Bromet. Wat is de definitie van het landbouwakkoord? Het gaat hier om afspraken tussen de overheid, ketenpartijen, natuurorganisaties, biologische bedrijven, agrarische jongeren. En die afspraken die behelzen eigenlijk twee lijnen. Het toekomstbeeld van de landbouw en wat is daarvoor nodig. En het tweede is de bijdrage van landbouw aan doelen op het gebied van natuur, stikstof, klimaat en water. Zoals u weet werken we er hard aan met elkaar, zodat we een landbouwakkoord hebben wat ecologisch en economisch duurzaam is. Mevrouw van der Plas. Ja, even terugkomend op het antwoord op de subsidieregeling. Dat vind ik wel een beetje mager, eerlijk gezegd. Want de minister zegt, ja, we gaan ervan uit dat iedereen kan meedoen. Dat hebben we zo berekend. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het niet zo is. Het kan ook zijn dat iemand ergens in Noordoost-Nederland woont waar nog helemaal geen glasvezel is, waar de verbinding slecht is, dat hij er niet doorkomt of dat het systeem misschien plat ligt. We hebben wel vaker dat het bij het inschrijven van dingen dat systemen plat komen te liggen. Dus die zekerheid is er helemaal niet. En dan is het wel zuur dat als je om wat voor reden dan ook de laatste bent en dan niet meer in aanmerking kan komen voor die regeling. En ik vond het eerlijk gezegd wel een goede gedachte of een overweging om dan te kijken van stel dat die overschreven wordt, dat dan alle aanvragers een percentage evenredig wordt gekort op de aanvraag. Ja. Want we hebben in ieder geval alle aanvragers hebben iets en dan valt er niemand buiten de boot. Ja, maar het zure daarvan, meneer de voorzitter, is dat bedrijven die rekenen op een bepaalde subsidie die ze krijgen, uiteindelijk te horen krijgen dat ze die subsidie niet krijgen. Hè, het bedrag waar ze op gerekend hadden. Nogmaals, het budget is zodanig gekozen dat we bij maximale deelname, dat wij ervan uitgaan dat het budget afdoende is. Wij volgen dat vanzelfsprekend ook nauwgezet, dat kunt u begrijpen. En op het moment dat de bedrijven zijn die het overkomt wat u schetst, stel je voor je valt net buiten het budget, dan gaan we kijken hoe we daar een goede oplossing voor kunnen bedenken. Ja, mevrouw van der Plas, maar dat wordt dan niet uw oplossing wat mij betreft, omdat je daarmee ook boeren die menen recht te hebben op het bedrag, weer kort op dat bedrag. Oké, maar mag ik er dan van uitgaan dat het ministerie zijn huiswerk goed heeft gedaan? Hè? Ervan uitgaande dat iedereen in aanmerking, die dan aan de voorwaarden voldoet, in aanmerking komt voor de subsidie. Dat er dan niemand
buiten de boot valt, die gewoon op een correcte manier het heeft ingediend, maar misschien dan toch als laatste in de rij staat, dat die eigenlijk om die bureaucratische regel dan naast de pot piezen, om het maar eventjes zo te zeggen. Ja, u framet het nou als een bureaucratische regel. Het is geen bureaucratische regel. Wij stellen een subsidie open binnen de minimumsregeling en we zorgen ervoor dat het budget wat daarvoor beschikbaar is op een hele zorgvuldige manier wordt gekozen om ervoor te zorgen dat alle bedrijven die wij inschatten gaan meedoen, dat die ook daadwerkelijk kunnen meedoen. Dat heeft niks met een bureaucratische regel te maken. En ik zeg u toe dat we dat kritisch zullen volgen. Wij gaan ervan uit dat de budgetten voldoende zijn voor alle bedrijven om deelname te garanderen. Mocht dat niet zo zijn, dan gaan we kijken hoe we daar voor die specifieke bedrijven een oplossing kunnen bedenken. Ja. Dat heeft niks met een bureaucratische regel te maken. Dat is gewoon zoals het werkt. We stellen budgetten ter beschikking en die worden gevuld door de aanvragers. Ja, mevrouw Brommet. Ja, voorzitter, de minister van Landbouw zit al maanden te vergaderen met allerlei belangengroepen die hij net ook in zijn antwoord op mijn vragen opnoemt, om in de hoop dat er toekomstperspectief komt voor de boeren en natuurlijk ook voor de natuur. En mijn vraag is eigenlijk, wanneer is dat akkoord er? Ja, ik heb ook een motie gezien. We zijn aan het onderhandelen, zoals je weet. Het gaat mij erom dat wij een voldragen akkoord krijgen en een akkoord met draagvlak. Wij proberen dat zo snel mogelijk natuurlijk tot een afronding te brengen. Alleen, het moet voldragen zijn en het moet draagvlak houden. Dat vind ik wel buitengewoon belangrijk. En dan is een dag of een week langer voor mij minder belangrijk dan de kwaliteit van het akkoord en het draagvlak van het akkoord. Afrondend. Ja, voorzitter. Eerder heeft deze minister aangegeven dat er voor Hemelvaartsdag een akkoord zou liggen. En dat wordt dus hierbij losgelaten? Ik heb gezegd dat voor Hemelvaart wel duidelijk moet worden of dat akkoord er kan komen, ja of nee. Er zijn ook partijen die hebben gezegd het moet er voor Hemelvaart liggen. Ik heb gezegd het moet voor Hemelvaart langzaam wel duidelijk zijn. Zijn we op weg naar een akkoord, ja of nee? Dat is wat er gezegd is. Dus dat we in een fase zitten dat we duidelijkheid moeten hebben op een aantal punten om verder te komen, dat is helder. Maar ook dan is het nog niet klaar. En er is pas een akkoord als een akkoord is wat door alle partijen onderschreven en getekend wordt. Dan de vraag van de heer Thijssen. Over de zoonozen en het belang van volksgezondheid. Nou, we hebben vaker een debat over zoonozen in dit huis, zoals heer Thijssen weet. Zoonozen die zijn meegenomen als een koppelkans in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Overigens is ook in de handreiking van het Nationaal Programma de zoonozen als koppelkans meegenomen, zeg maar, om daar ook de handreiking voor te geven. De middelen van het transitiefonds die gaan natuurlijk primair naar natuur, stikstof, water en klimaat. Dat zijn ook de hoofddoelen van het klimaatfonds. Dat blijft ook zo. En nogmaals, het is als een meekoppelkans meegegeven. Als we toch in die gebieden bezig zijn, is het goed om te kijken wat zou je mee kunnen nemen om ook zoonozen verder te kunnen beperken. Dan heb ik de vraag van de heer Thijssen, de 3 miljard. De kern van de vraag is, zijn we met banken en andere ketenpartijen in gesprek om ook een bijdrage van hen te vragen? Dat gesprek loopt nog. Daar zijn we nog niet uit. En ik denk dat we daar morgen ook niet uit zijn. Maar vanmorgen heb ik nog een overleg gehad met de minister van Financiën, met de banken, waarin we dit intensief met elkaar bespreken. Ook de afgelopen periode hebben we intensieve gesprekken hierover gevoerd. Dus die gesprekken lopen nog en we moeten afwachten wat daaruit gaat komen. De heer Thijssen, kort, want over 2 minuten moet het volgende debat beginnen. De heer Thijssen. Nou, moeten we opschieten. Die gesprekken, dat vind ik heel interessant, want dat heb ik eigenlijk niet begrepen dat die gesprekken ook zijn. En wat voor voorstellen worden er dan besproken? Misschien kan dat niet in de komende 2 minuten, maar kunt u daar dan misschien een brief over sturen? Dat we weten wat voor verschillende mogelijkheden nu worden besproken en worden verkend om te zorgen dat deze partijen bijdragen. Zoals je weet zijn we aan het onderhandelen over een landbouwakkoord. Daar waar ook de banken een rol in spelen.
Ik ga u geen brief schrijven met welke voorstellen we daar bespreken, want dat is onderwerp van onderhandeling met deze partijen. Straks dan ligt er een integraal akkoord, kunt u afwegen of de partijen of de afspraken ook afdoende zijn. Maar we zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Ja, en wat de heer Van Kampen zei, een broedende kip of een broedende hen, hij was behoorlijk gegroeid inmiddels, moet je niet storen, dat geldt hier ook voor. Prima. Dan nog de vraag, voorzitter, van de heer Van Kampen, wat de status is van het landbouwakkoord. Ook de aanleiding van berichtgeving in de krant. Ik wil er niet te veel over zeggen. Eén ding is volstrekt helder. Er is pas een landbouwakkoord op het moment dat alle partijen akkoord zijn met het akkoord. Dat geldt voor de aan de tafel aangeschoven partijen, maar dat geldt ook voor het kabinet. Daar zijn we nog niet. We zijn bezig om met elkaar te praten over een paar belangrijke thema's. Gaan we ook morgen doorpraten en we hopen dat we daar ook overeenstemming over kunnen krijgen. En dan zal er morgen nog steeds niet een akkoord liggen. Wel een tussenresultaat wat bijvoorbeeld voor doorrekeningen naar het PBL gestuurd zou kunnen worden. Dus dan, dat is wel een stap die we nodig hebben, een belangrijke stap ook. Maar daarna zullen er ook weer gesprekken gevoerd gaan worden om verder tot goede teksten te komen. De laatste punten zullen opgepakt worden. Dus er is ook volgende week bij wijze van spreken nog niet een definitief akkoord. En dat kan ook niet, want we hebben eerst de appreciatie van het Planbureau van de Leefomgeving nodig. Ondertussen nogmaals in die periode dat het Planbureau van de Leefomgeving bezig is om die appreciatie op te stellen, zullen wij door blijven praten met de partijen, zonder gesprekken gevoerd blijven. Nou, de banken kwamen er even bij, er zal mee doorgepraat worden. En dan zal er op enig moment hopelijk een landbouwakkoord kunnen zijn. Mevrouw Bromet. Ja, voorzitter, ik word echt heel moedeloos van als ik dit aanhoor. Maar ik heb nog wel een vraag dan aan de heer Adema over die alle partijen die akkoord moeten zijn en dat we net zo lang doorpraten totdat alle partijen akkoord zijn, waarvan ik dus denk dat dat nooit gaat lukken. Alle partijen, horen daar ook de partijen bij die nu al van tafel zijn weggelopen? Of zijn dat alleen alle partijen die nu nog aan tafel zitten? Als een partij zelf de keuze maakt om niet door te praten voor het landbouwakkoord, dan is dat de verantwoordelijkheid van de partij die dat doet. En die stap zetten ze. En daar nemen we kennis van. Jammer, ik had graag met meer partijen misschien het akkoord gesloten. Maar zoals u weet zaten er bij het totale akkoord, hoofdtafel en zijtafels, meer dan 50 partijen aan tafel. Er zijn twee partijen actief gestopt met de gesprekken. De andere partijen die zijn nog aan tafel. En we proberen naast de partijen van het hoofdakkoord, van de hoofdtafel, sorry, proberen we ook zoveel mogelijk partijen daaromheen natuurlijk te krijgen die ook het akkoord mede willen steunen. Prima. Dan, meneer de voorzitter, twee moties. Graag puntig, want ik moet echt door naar het volgende debat. Ja. Ja, als ik alleen maar de appreciatie geef, dan zal er misschien vragen oproepen, meneer voorzitter. Dus ik moet daar iets voor zeggen. Ontraden is de motie van mevrouw Akkerboom. De vraag is om een substantiële bijdrage van banken, supermarkten via het transitiefonds of via het aankomend belastingplan. Zoals u weet, en ik ook heb gezegd, zijn we met de ketenpartijen, banken en ook andere partijen in gesprek om een bijdrage te krijgen voor de transitie van de landbouw. En dat is dus ook expliciet een onderdeel van het landbouwakkoord. Daar spreken we daarover en daar proberen we daar ook afspraken over te maken. Nogmaals, vanmorgen ook een gesprek gehad. Het wettelijk afdwingen, dat moet allereerst moet dat kunnen. Maar daar zijn we ook nog niet, omdat we proberen om via afspraken te komen tot een goede bijdrage. Dus ik ontraad deze motie. Dan heb ik nog de motie van mevrouw Bromet, die mij verzoekt om dinsdag 23 mei om 17 uur, als er dan geen akkoord ligt, om dan te komen met een eigen plan. Dus Remkes, u sluit eigenlijk aan bij wat Remkes heeft gezegd, van als er geen akkoord komt, kom dan met een plan. Maar we zijn aan het onderhandelen en u zet hier een deadline op. Ik heb net al, iets gezegd over de tijd en over het belang van het akkoord. Dus ik moet deze motie ontraden. Prima, dank u wel. Geef ik graag het woord aan minister Van der Wal.
Ik zei drie moties, drie smaken. De eerste motie van de PLAS, onteigening, geen doel in het transitiefonds. Ik zou daar het verzoek willen doen aan mevrouw van der PLAS om deze motie aan te houden. Ik zit hier met een aantal dilemma's. Technisch is het lastig in relatie tot de wet. Wat een ander dilemma is de relatie tussen de fondsbeheerder en de provincies die bevoegd gezag zijn als het gaat om het inzetten van verplichtend instrumentarium. Ik zit met een dilemma. Door het uitsluiten van verplichtend instrumentarium. Er zijn veel boeren die ook vrijwillig verplicht onderhandelen met provincies. Dan maak je niet gebruik van een regeling. Maar dan zeg je bijvoorbeeld, ik ga op vrijwillige basis onderhandelen om een vergunning te laten intrekken. Want dan krijg je volledige schadeloosstelling. En dat is financieel soms aantrekkelijker dan gebruik maken van een regeling. En die weg snijd je af als je dit ook doet. Ik ben het eens met mevrouw van der PLAS dat we een sterke agrarische sector willen. Ook ik wil inzetten op vrijwilligheid en doe er alles aan om onteigening en intrekken, vergunningen, dit soort verplichte instrumentarium te voorkomen. Maar uitsluiten helemaal kan ik ook niet waarmaken, want de rechter kan ons simpelweg dwingen. Nou, dit zijn dilemma's en daarom zou ik willen verzoeken om deze aan te houden. En dan kom ik uiterlijk maandag met een schriftelijke reactie. Om te kijken hoe verplichtend instrumentarium zich verhoudt tot dit fonds. En ook, nou ja, wat kan wel, wat kan niet. Dan heb ik motie 2. Mevrouw van der PLAS knikt ja, dat moet ik even bevestigen. Dank u, voorzitter. Dank u wel, mevrouw van der PLAS. Dan motie 2 over de flexibele opstelling richting provincies. Ook van BBB, die is oordeelkamer. En dan komen we bij smaak 3, en dat is motie nummer 3. In de plaatsstelling bij taakverwaarlozing, die moet ik ontraden. En voorzitter, ik zet echt in op verschillende momenten van monitoring. En ik kies hier echt voor vertrouwen geven aan de provincies. Die zijn hartstikke goed bezig met hun gebiedsprogramma's. Ik wil naar de positieve energie, dat we in beweging komen. En ik denk dat dat sneller resultaat oplevert dan nu het mes op de keel met een deadline en weer een deadline op in de plaatsstelling. Ik wil echt werken vanuit het vertrouwen, dus daarom ontraad ik deze motie. Helder, dank u wel. Tot zover dat debat. Dinsdag stemmen wij over de moties. Ik dank alvast minister Van der Wal die ons gaat verlaten. Ik schors een ogenblik. Ik heropen, we gaan door met het 2 minuten debat dierproeven. Het commissiedebat vond plaats op 9 mei. Jongstleden, er zijn verse hulptroepen ingevlogen, zoals minister Dijkgraaf het net zelf